We gaan naar de beurs volgend jaar. Het geheim is heel erg goed kijken naar je klant. Die winkels krijgen een beetje een andere rol. Je zult ons ook veel minder zien in het hart van de winkelstraat. Ik denk de winkel wordt een hub. En daarom zijn wij eigenlijk ook een soort flitsbezorger. Dat kan niet hoor bij Bol. Douwe Egberts heeft ons gevraagd, willen jullie het ook voor ons doen? Een soort Vinted voor huishoudelijke producten. Dat ik open ben en volgens mij heel laagdrempelig. What you see is what you get. Hoe blijf je als 125 jaar oude retailer relevant in de dynamische wereld van vandaag? Dat en andere zaken ga ik vragen aan de CEO van Blokker, Janine Holscher. Janine, van harte welkom. Ik ga dat zo meteen, wil ik dat weten, want hoe doe je dat nou? Maar laten we om te beginnen Blokker eens even als organisatie beschrijven waar het nu staat. Blokker is getransformeerd in de afgelopen jaren naar een eigenlijk heel dynamisch plat, in de zin van platte organisatiestructuur en ondernemend bedrijf. We vinden onszelf ondernemend, kostenbewust en flexibel. Dat zijn eigenlijk onze belangrijkste waardes. En naar de klant toe of naar de organisatie toe? Zeg maar. Nou, eigenlijk allebei. Hè? Ja. Dus we willen ook heel erg ondernemend zijn in de beslissingen die we nemen, ook voor klanten. Mm-hmm. En flexibel in wat er gebeurt in de markt. Nou, dat heb je natuurlijk gezien nu met corona, hoe ongelooflijk ingrijpend dat voor ons is geweest. Maar ook hoe flexibel we daarop hebben gereageerd en eigenlijk nog reageren. Uh-huh. Dus ja, ik vind het zelf een super dynamisch bedrijf. En als winkel, als ik met de consumentenpet op, hoe moet ik het dan zien? Het is gewoon een winkel in huishoudelijke artikelen. Ja. Ik weet niet of ik doelgroep ben. Jij bent zeker doelgroep. Ja. Mannen zijn ook steeds meer onze doelgroep. Ja. Omdat we ook zien dat mannen ook steeds meer een aanzienlijk deel van het huishouden op zich nemen. Ja. Wij zijn een winkel waarbij we in de kern zeggen, wij zijn er voor huishouden, koken en tafelen. Maar steeds meer zul je ook zien in onze winkels dat we ons ook toeleggen op woonartikelen. Dus eigenlijk zeggen wij van je huis een thuis maken. Dat is wat wij doen. Traditioneel komen we natuurlijk heel erg uit die functionele hoek. Ja. Ik heb iets nodig, er is iets stuk. Dus eigenlijk we lossen een probleem op. Uh-huh. Maar ook mede door corona is het huis en de gezelligheid thuis steeds belangrijker geworden. Ja. Dus hebben we ook veel assortiment toegevoegd wat zeg maar wat emotioneler is. En hoeveel winkels hebben we het over en zo? We hebben het over ruim 400 winkels in Nederland. Ruim 400 in Nederland. En alleen Blokker is alleen in Nederland, hè? Blokker is alleen in Nederland. En jullie zijn onderdeel van de Mirage Retail Groep. Klopt. Een leuke naam. Want dat heeft dan weer te maken met een hobby van de eigenaar, volgens mij, toch? Ja, de eigenaar Michiel Witteveen had een zeilboot, is intussen trouwens verkocht. Ja? De Mirage. Nee, was niet nodig, maar de Mirage. En de Mirage, dus we hebben gewoon een prijsvraag intern uitgestuurd van bedenk een leuke naam. Ja. Want in 2019 heeft Michiel natuurlijk het bedrijf overgenomen. Die heeft Blokker Holding overgenomen met de bedrijven die daar toen nog onder hingen. Ja, die naam Blokker Holding was ook best beladen. Dus toen hebben we met elkaar gezegd, dat gaan we omdopen. En dat is de Mirage Retail Groep geworden. En daar vervul ik ook een rol. Hè. Dus ik heb een dubbel rol. Ik zit in de raad van bestuur van de groep als COO. En ik doe Blokker. Dus dat combineer ik. En dat is ongelooflijk leuk eigenlijk. Want in mijn COO-rol van de groep zie ik natuurlijk ook wat er in de andere bedrijven gebeurt. Ben ik ook betrokken bij de acquisities. Dus we hebben BC overgenomen. We hebben Intertoys overgenomen. Dus we hebben Miniso zijn we gestart in Nederland. Ja, wat is Miniso? Miniso is een van oorsprong een Chinese keten die meer dan 4000 winkels over de wereld heeft. En wij hebben daar de franchise-rechten voor Nederland voor. Mm, mm. En daar hebben we nu 4 winkels van in Nederland. En dan nog even over die groep. Want zo meteen wil ik door op een aantal ontwikkelingen die ik in retail en online landschap zie en hoe jij daarnaar kijkt. Michiel Witteveen, je noemde hem al, die gaat stoppen. Want hij vindt zichzelf te oud, hè? Want er komt een beursgang. Leg even uit waarom hij stopt. En nou, Michiel stopt niet. Michiel gaat een andere rol vervullen. Zij gaat absoluut niet weg. Nee, zij maar hij wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Juist, en de huidige voorzitter gaat zijn plek innemen. Kijk, we gaan naar de beurs volgend jaar. Met name omdat... Zeker weten. Dat zei Pieter Zwart ook, van Coolblue. Ja, dat weet ik. Ja. Maar Pieter heeft zijn uitdagingen. Ja. Wij hebben onze uitdagingen. We leren overigens ook weer van waarom Pieter niet gaat. Wat heeft Pieter van uitdagingen dan? Nou ja, Pieter heeft natuurlijk nu de uitdaging dat de cijfers in het vierde kwartaal voor hem tegenvallen. Met name door het aantal door zijn loonkosten. Nou, en hij heeft natuurlijk best hard geroepen dat hij ging en uiteindelijk gaat hij niet. Nou, dan moet je dus wel voorzichtig mee zijn. Ja. Wij gaan. Maar je weet het nooit tot het laatste moment. Dat is ook hoe het met beursgangen gaat. Maar wij zijn alles is er nu op gericht. Hè. Dus we zijn dat echt heel conscientieus aan het voorbereiden. Met alles wat daarbij hoort aan compliance en noem allemaal maar op. Ja. De reden dat we gaan is dat
we zijn gewoon nu eigenlijk net zoals Blokker dat was... een familiebedrijf, namelijk Michiel is meerderheidsaandeelhouder. En hij wil gewoon heel graag dat dit bedrijf in duurzame handen komt. Namelijk dat het gewoon blijft voortbestaan. En dat het niet overgeërfd wordt aan zijn kinderen. Dus dat is de reden dat we naar de beurs gaan. De hamvraag, hoe blijf je relevant als 125 jaar oude retailer? Ja, het geheim is heel erg goed kijken naar je klant. Luisteren naar je klant. Heel erg volgen wat er in de markt gebeurt. En in staat zijn om daar heel snel op in te spelen. En dat lukt nu? Ja, ik vind dat kan altijd beter, Honey. Maar ik vind dat we dat met elkaar ongelooflijk goed doen. Je moet je voorstellen, we werken ook... want je vroeg net naar wat voor bedrijf is Blokker. Ja. We werken op ons servicekantoor met 100 man minder dan zeg maar 1,5 jaar geleden. Dus het is best een compacte club geworden. En dat maakt ook wel dat je heel snel met elkaar kunt schakelen. Hele platte organisatiestructuur... En ja, wij zijn denk ik met elkaar in staat om steeds beter, omdat onze systemen want veel is natuurlijk ook IT gerelateerd. Je backbone van je bedrijf moet wel in staat zijn om als je iets ziet, om daarop in te spelen. En neem bijvoorbeeld vorig jaar met kerst, toen alle winkels dicht moesten, hadden wij Blokker Express. Dat hebben we zelf met elkaar in elkaar geklust eigenlijk. Maar nu zijn we dat zeg maar de 2.0 versie aan doen. Dat doen we met een externe partij, Packly, op elektrische fietsen. Maar dat moet wel in kunnen prikken op onze systemen, zodat het ook echt een naadloze ervaring wordt. Nou, dat zijn allemaal zaken waarvan ik denk, dat hebben we nu aan de achterkant heel goed op orde. Dus nu gaan we aan de voorkant dat die propositie ook veel meer uit. Want heb je nog last van legacy? Dus dat is natuurlijk een van de nadelen van de oude bedrijven. Je ziet nu heel veel start-ups om je heen knallen. En die hebben natuurlijk geen legacy IT-wise. En die hebben de meest moderne, mooie tech en data. Ja. Noem maar alles maar op. Hebben jullie die oude meuk weggewerkt? Of is wij hebben eigenlijk bijna alle oude meuk weggewerkt. Dus we hebben een volledig draaiend ERP-systeem sinds dit jaar. Nou, dat is echt fantastisch. We hebben Salesforce voor e-com. Dus ja, ik denk dat we echt... En we hebben nog een aantal andere pakketten die ons her en der ondersteunen. Wat is de rol van data op dit moment voor jullie? En zoom dan maar even in met je pet als CEO van Blokker. Wat doen jullie met data? Wat hebben jullie van data? Nou, we hebben natuurlijk ongelooflijk veel data. Ja. Daar kunnen we nog veel meer mee doen dan we doen. Maar wat we wel doen, vorig jaar hebben we een app gelanceerd bijvoorbeeld, een loyalty app. Daar halen we heel veel data uit. Dus we kunnen ook veel meer gespeeld met de marketing cloud, ook van Salesforce, veel meer gesegmenteerde nieuwsbrieven aanbieden. We hebben natuurlijk heel veel data beschikbaar voor onze category managers om keuzes te maken in assortiment. En op het gebied van data hebben we natuurlijk gewoon, een retailbedrijf is altijd bezig met data. Als ik 's morgens wakker word, dan is het eerste wat ik kijk is de omzet. Die kan ik eigenlijk overdag ook al de hele dag volgen. Mm-hmm. Dus ik kan, als ik nu even op mijn computer kijk, zie ik de omzetten in alle winkels. We zijn altijd bezig met omzet, met marge, met klantenaantallen. Dus we zitten altijd bovenop data. Maar klantdata segmenteren, dat is echt iets wat we nu steeds beter onder de knie aan het krijgen. En betekent dat ook al dat de ene Blokker de andere niet is, qua spullen die erin liggen? De ene Blokker is de andere Blokker niet qua oppervlakte. Dus dat zou kunnen betekenen dat sommige Blokkers iets niet en andere iets wel hebben. Mm. Maar dat is niet op basis van klantdata. Omdat we ook wel willen dat de basis van ons assortiment in al die winkels gelijk is. Oké, maar dat kun je online natuurlijk wel doen. Online kan dat zeker. Okay. Ja. Hoe ga je de strijd aan tegen de grote jongens? En dan kijk ik, om te beginnen kijken naar de Amazons van deze wereld. Maar ook de Coolblues en de Bols. Die natuurlijk met name online natuurlijk waanzinnig dominant zijn. De groeimarkt online. Maar ook wat ik wel interessant vind, dat zijn die flitsbezorgers. Dan denk ik van... Ik las toevallig deze week Gorilla's een investering van een miljard. Ja, een miljard. En waarschijnlijk draaien ze winst al sowieso niet. Maar jullie ook nog niet, hè, volgens mij. Nee. Maar goed, zij draaien iets meer verlies. Maar wij draaien niet zoveel verlies als zij. Dat is echt niet normaal. Dus er is zoveel geld. En die gasten die kunnen zo hard gaan vliegen en groeien. Hoe gaan jullie daarmee om? Het zijn eigenlijk voor mij twee verschillende dingen. Aan de ene kant hebben we natuurlijk de grote pure players. Maar ik zeg altijd, de pure players hebben geen winkels. Ja, Coolblue heeft er een paar. Mm-hmm. Maar wij hebben dat enorme wijdverspreide netwerk met 400 winkels. En die winkels krijgen een beetje een andere rol. Dus wat je eigenlijk ziet is,
Een winkel is niet alleen maar meer een plek waar je iets koopt, maar het is ook een plek waar je iets afhaalt of een plek vanuit waar wij gaan shippen. He, dus als je kijkt, we zijn nu in 8 steden, ik geloof 24 winkels, waar we nu met de fiets vanuit bezorgen. Ja. Dus we kunnen spullen heel snel bij de klant krijgen. Dus eindelijk ben je ook een flitsbezorger. Precies, en daarom zijn wij eigenlijk ook een soort flitsbezorger. Dat is nooit de intentie geweest. Nou ja, weet je, een van de dingen waar we over nadenken is, we hebben ook heel veel grote winkels. Die hebben we niet meer zo heel hard nodig. Moeten we niet gewoon die muur een stukje meer de winkel inzetten en onze web-only artikelen in die winkels gaan stokken? Nou, ja. Dat soort gedachten, ja. Daar zijn we heel erg mee bezig. Dus dat is ook wat ik bedoel. Flexibiliteit, goed kijken naar wat er gebeurt in de markt en daar met je team heel snel op kunnen inspelen. Ja. En ook met je systemen, want dat heeft ook wel de nodige gevolgen voor je supply chain, voor je hele logistieke apparaat. Nou, maar dat betekent samenwerken. Maar heeft ook effect op je, als je kijkt naar de vastgoed, want ik weet niet hoe dat bij jullie zit, vastgoedportefeuille, is dat allemaal jullie panden zijn? Nee, wij huren. Oké, okay. En die contracten zijn langzamerhand ook verlegd. Want ik vraag me af, laat ik zeggen, dan is de winkelstraat natuurlijk niet de meest ideale plek. Op een gegeven moment. Maar je zult ons ook veel minder zien in het hart van de winkelstraat. Wij zitten steeds meer, verschuiven wij naar de wijk. Ja, hè, dus onze ideale locatie is tussen een Albert Heijn en een Lidl. Daar is veel traffic, dus je bent aan het koken en denkt, oh shoot, ik heb een mixer nodig, want die is stuk. Dan klik je die en dan haal je die een uur later bij ons op in de winkel. Dat kan niet hoor, bij Bol. Mm. Dus dat is wel, denk ik, ook een heel erg groot voordeel wat wij hebben. En we kunnen dus ook met hetzelfde gemak vanuit die winkel dat bij jou thuis krijgen. Dat zijn allemaal stappen die wij nu aan het nemen zijn om te zorgen dat we dus meebewegen met wat er aan de hand is in de markt. Dus wat je eigenlijk zegt is, retail is niet dood, maar het transformeert naar een compleet ander concept. Ja, ik denk de winkel wordt een hub, een platform. Hm. Er ontstaan allerlei nieuwe vormen. Ik vind ook dat je niet meer moet hebben over online of offline. Dat is gewoon een oude definitie. Hm. Het komt allemaal ook toch heel erg samen in die winkel. Ja, er zijn klanten die bestellen iets en willen het thuis geleverd. En ja, er zijn klanten die gaan naar de winkel, die kopen er iets en die nemen het mee naar huis. Maar daartussen zijn er nog zo verschrikkelijk veel mengvormen. Hm. En dat is waar wij nu met elkaar heel erg druk aan het werken zijn. Van welke retailers heb je het meeste last? Want je zegt, je vindt die flitsbezorgers een andere categorie dan de Amazons. Nou, maar kijk, flitsbezorger wil ik ook nog wel over zeggen. Ik denk dat die flitsbezorgers ook prima onze blokkercupjes kunnen bezorgen. Hè. Dus er zijn best artikelen in de non-food die flitsbezorgers ook mee kunnen nemen. Dus ik sluit helemaal niet uit dat we daar ook nog samenwerkingen aan gaan. Is het gebakken lucht of is het een goed businessmodel, die flitsbezorgers? Want het is nu echt, ik vind het bijna een hype. Hypevorm. Ik las ergens een interview met Michiel Muller of zag ergens een video waarin hij behoorlijk sceptisch was over het businessmodel van die flitsbezorgers. Nou, dat lijkt mij lastig haalbaar, zegt hij. Het was meer promotie van zijn eigen businessmodel natuurlijk. Maar wat denk jij? Nou, ik denk dat het, er moet nu zo ontzettend veel geld bij nog. Ja. Dus er ontstaat misschien straks wel weer een ander model onder. Ik weet het niet. Maar aan de ene kant denk ik, ja, hoezo moet je alles nu zo snel hebben? Aan de andere kant, het is wel aan de hand, Ronnie. Ja. Er is gewoon wel een vraag naar. Mensen vinden het wel echt heel fijn. In de stad, en dan kan ik er van alles van vinden. Maar dan ben ik er liever bij dan dat ik er tegen ageer. Dus jullie hebben straks ook gewoon dark stores achterin. En jullie gaan met fietsen, gaan jullie snel bezorgen. Zelfde dag sowieso. Zelfde dag sowieso. Minuten, kijk, we zitten altijd dicht bij een klant. Hè. Als je kijkt in Amsterdam, hebben wij 27 winkels. We zitten altijd dicht bij een klant. True that. Ja. Kun je een omzetverdeling maken? Zeg maar, als je kijkt naar partnernetwerk, eigen winkels en online, is dat lastig zeg, qua percentage van de omzet? Nou, het is niet zo heel moeilijk. Ik denk dat wij nu rond de 15% online doen en dat een derde daarvan via ons partnernetwerk gaat. En is dat een beetje? En still growing. Oké. En is dat average? Als je kijkt naar andere retailformules? Nou ja, ik denk het type formule wat wij hebben, is dat wel average. Als je kijkt naar Hema, Hema heeft natuurlijk geen. Kijk, wat wij hebben is wel echt uniek, hè, Ronnie? Want wij hebben en eigen merk, we hebben en A-brands. We hebben en ons eigen webwinkel en we hebben een partnerplatform. Er is bijna niemand die dat heeft. Dus we maken het onszelf ook heel ingewikkeld. Dus de uitdaging elke dag is ook keep it simple. Maar de kanalen. Want als je nadenkt over oké, dan heb ik dus al die kanalen. En dan heb ik ook nog al die bezorgopties voor klanten. Mm-hmm. Dat is dus een hele ingewikkelde matrix. Dus aan ons is de kunst om het heel simpel te houden. Want zeker als jij iets bestelt bij een partner van ons en iets van ons eigen merk en je wil het ophalen of je wil het met de bakfiets thuis bezorgd. Ja, dat is gewoon best ingewikkeld. Dus dat is onze uitdaging om het echt simpel te houden.
Je noemt bakfiets. Dat associeer ik dan direct met het onderdeel duurzaamheid en sustainability en climate en circulair. En noem alle terminologieën al op. Hoog op de agenda bij jullie? Heel hoog. Ook hoog op mijn persoonlijke agenda. Ja. Ik vind ook als je dat doet, moet je daar ook zelf heel gepassioneerd over zijn. Dat ben ik. In de raad van bestuur waar we het net over hadden van de groep zit duurzaamheid ook in mijn portefeuille. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk voor onze beursgang. Worden we enorm op gechallenged. Ja. Nou ja, het hele financiële wereld gaat hier. De hele financiële wereld gaat nu ook naar het disclosen van non-financial data. Nou, daar hoort dit heel erg bij. Dus daar zijn we sowieso hard mee bezig. Maar ik wil gewoon dat we het ook echt doen. En bij Blokker zijn daar denk ik een aantal hele goede voorbeelden van. Ik vind ook Blokker is heel erg geoutilleerd om dat te doen. We zijn natuurlijk een ongelooflijk bekend merk. Dus ja, we zijn het ook gewoon verplicht om het te doen. Maar we hebben ook al die winkels. Dus ook in dat hele stuk retourlogistiek kunnen wij gewoon een hele belangrijke rol vervullen. Als voorbeeld hebben we vorig jaar gelanceerd de koffie, of eigenlijk begin dit jaar, de koffiecupjes. Nou, dat zijn aluminium cupjes die wij verkopen van ons eigen merk. Als je die koopt, krijg je daar van gerecycled plastic een zak bij. Daar doe je je cupjes in en die kun je terugbrengen naar de winkel. Die recyclen wij op een goede manier en de opbrengst gaat naar een goed doel. Dat doen de consumenten ook? Dat doen de consumenten. Ik hoorde vandaag dat wij al 12 miljoen cupjes hebben ingezameld sinds april. Ja. Maar niet alleen van ons, maar Douwe Egberts heeft ons gevraagd, willen jullie het ook voor ons doen? We zien cupjes van Nespresso en van andere merken allemaal in die zakken verdwijnen. Dus ik vind dat heel erg mooi. Een ander voorbeeld is dat we dat ook met pannen doen. We nemen ook pannen in. Dan krijg je korting op een nieuwe. We zijn nu een project gestart waarbij we veel beter voor onze klanten inzichtelijk maken als ze met iets terugkomen wat stuk is. Dat we niet zeggen, oké, ja, heel vervelend, nou, hier is een nieuwe. Nee, we gaan het repareren. We houden de klant op de hoogte wanneer het weer gemaakt is. En of als een klant iets heeft gekocht, maar het niet meer wil en de doos is open, hebben we daar ook, werken we samen met een organisatie die dat weer als een soort, Coolblue noemt dat, tweede kansjes in de markt zet. Dus we proberen ook echt daar te zorgen dat we repareren in plaats van nieuw kopen. En ook wat al uit een doos is, ook echt weer een tweede leven geven. En de kern van het probleem is natuurlijk de consumptiemaatschappij. Ja. Het hele model waar de wereld op draait eigenlijk. Hè? Ja. En het economisch model en alles moet groeien. Ik sprak laatst twee ondernemers. Die hebben dan een platform voor met name die dingen die je maar een paar keer per jaar gebruikt. Zou dat iets voor jullie zijn? Als je kijkt naar een mixer, gebruik je dan misschien wat vaker dan een paar jaar. Ja. Maar je hebt natuurlijk een heleboel poffertjes. Ze hadden het dan bijvoorbeeld over zo'n poffertjesapparaat. Ja. Dat is typisch een ding. Heb je weet ik veel hoe vaak nodig. Abonnementsvormen. Zij hadden zelfs een Netflix model. Dus je betaalt dan bij spreken een x-bedrag per maand. Ja. En dan ben je member of het platform. En dan kun je gewoon dingetjes gebruiken zonder dat je weer koopt. Nou, ik vind dat echt hele mooie initiatieven. En ik zou bijvoorbeeld ook nog kunnen nadenken over, dat zou ik ook heel mooi vinden, een soort Vinted voor huishoudelijke producten. Ja, zoiets. Maar als je kijkt naar onze roadmap, zoals dat dan zo mooi heet, van alle dingen die er staan, dan staat dat dat staat er wel op. Maar er zijn nog zoveel basics die we nog beter kunnen fixen. Hè, als je het hebt over online zichtbaarheid, et cetera, dat we daar eerst op koersen. Maar zeker. Mm. Maar zo zijn er. Maar wat ik wel vind, is dat we ook steeds meer moeten gaan vertellen wat we goed doen. Ik heb best lang gedacht, ja, als ik dan vertel wat we allemaal goed doen, dan zijn er toch ook heel veel dingen die we nog niet goed doen op het gebied van duurzaamheid. Dus dan zeg ik maar niks. Nou, daar ben ik nu een beetje vanaf. Dus ik vind ook dat we trots mogen zijn op de dingen die we goed doen. En de ambities die we daarin hebben, ook over het reduceren van verpakkingen. We zijn met al onze leveranciers daarover in gesprek. Om alle omdozen, al het plastic moet dan op een andere manier van gerecycled kartonnen, banderollen en dat soort dingen. Je kan hartstikke veel doen als je er maar bewust van bent. En dat is ook een beetje mijn persoonlijke kruistocht om dat voor elkaar te krijgen. Wat kenmerkt jou als leider? Ja, ik denk dat ik veel energie heb en dat ik open ben. En volgens mij heel laagdrempelig. What you see is what you get. En doordat ik ook zo lang al in dit vak rondloop, heb ik zelf ook bijna elke, of het nou om IT gaat, of logistiek, of marketing, of inkoop. Daar heb ik allemaal zelf ook een keer gewerkt. Ik ben e-commerce manager zelf ooit geweest. Ik heb zelf ooit inkoop gedaan. Ik heb logistieke projecten gedaan. Hele grote IT-projecten. Dus
Nou ja, dat maakt dat ik in ieder geval weet waar iedereen het over heeft. En dat is heel erg fijn. En ik ben ook wat ouder en wat wijzer. Dus ik vind ook iedereen neemt zichzelf mee naar zijn werk. En dat ik daar ook oog en aandacht voor heb. Ja, dat is ook fijn. Dus ik voel me daar heel comfortabel in. Mm. Dat wil niet zeggen dat ik niet ook nog veel te leren heb. Maar dat is prima. Dus, maar je zit goed vastgebeiteld in de beursplannen als zeg maar, persoon die nog wel even aan boord blijft. Ja, zeker. Ik vind het, alleen maar heel erg boeiend en spannend om te zien hoe dat bedrijf er dan uit gaat zien. Ja. Maak je heel veel plezier aan mensen de komende jaren. En heel veel succes. En dankjewel voor dit gesprek. Jij ook, dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar wederom een nieuwe video op 7D2. Heb je geluisterd naar de podcast? Ook dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot een volgende keer. Hoi. We'll be right back.